Yes en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag is dag 9 van Chessmus, de dagelijkse serie in december. Waarin ik elke dag een video upload. En vandaag ga ik een partij bespreken met jullie die ik onlangs speelde in een schaakcompetitie. Laten we beginnen. Eerst zijn we hier bij het schaakbord aangekomen. En ik ga er wat sneller overheen vandaag. Want het is nu 21.40 uur. En ik moet voor 12 uur natuurlijk de video hebben geüpload. Maar deze partij hoeft ook niet heel lang te duren. Want ik krijg de interessante. Punten eruit leegte. Nou, ik speelde dit dus in een viertallen competitie. Uh, en dat betekent dat je met vier spelers tegen een ander team speelt van een andere vereniging. Met vier. En je vecht het eigenlijk uit op vier borden. Op bord 1 zit de sterkste speler. En op bord 4 de minst sterke speler. En op die vier borden, ja moet je het eigenlijk, ja, het team wat de meeste punten haalt, die wint van de ander. En daardoor is het een soort teamverband met schaken. Dus dat is wel leuk. Nou, ik speelde deze partij tegen Ibrahim. Op bord 2. Ik speelde met de witte stukken. Ibrahim met de zwarte stukken. Laten we direct in de partij beginnen. Uh, nou, ik speel vaak uh, de reten. En dat speelde ik vandaag ook. Dus ik begin met paard naar f3. Ibrahim uh, die reageert hier met g6. Prima zet. Meest gespeeld is d5. Uh, maar die zien we vandaag niet. Als D5 wordt gespeeld, speel ik C4. Nu speel ik ook C4 om dit veld te dekken. En gewoon een sterk centrum te gaan bouwen. Misschien zometeen D4 een keer erbij. Hij speelt loper naar G7. Hele gebruikelijke zet. Om die loper daarheen te ontwikkelen. Ik speel hier uh, G3. Ook uh, ja, snel uh, rokeren. Dat is mijn plan. En mijn loper naar G2 spelen. D6. Prima zet. Uh, blokkeert iets veld E4. En het is heel, ja, gewoon best wel gebruikelijk nog. Nou, loper naar uh, G2 komt hier. Hij speelt nu F6. En dat is een beetje een aparte zet. Want hij sluit deze loper helemaal in. En dit paard kan niet naar F6. Dus dit is een. Vond ik een hele rare zet. Moest ik ook even over nadenken. Van wat is nou zijn plannetje? Ja, hij kan zijn paard. Ja, die kan die lastiger ontwikkelen. Hij zou hem hierheen kunnen spelen. En dit. Dat zie je in sommige uh, partijen. Zie je dat dat gebeurt. Uh, maar het is toch wel een beetje. Ja, niet heel gebruikelijk deze zet. Maar het kan wel. Maar F6 is niet een hele goede zet. Ik ging door. Ik speel paard naar C3 hier, want ik heb ja, nog geen haast om te rokeren. Had ook prima wel gekund hoor. Maar ik dacht, nou, ik ontwikkel eerst even mijn paard. Hij speelt nu C6. En toen dacht ik, ja, dat is ook wel een beetje een trage zet. Dus dan speel ik D4. Ja, pak ik wat velden in het centrum. Um, dus dat lijkt me helemaal dikke prima. Nou, hier speelt hij paard naar, uh, naar H6. Ja, ik dacht, nou weet je wat? Misschien kan ik die gaan aanvallen. Misschien ziet hij dat over het hoofd. Lijkt me niet. Dus ik speel hier lopen naar F4. Wat is mijn idee? Zometeen met dame of naar C1 of naar D2. En dan met twee stukken dat paard aanvallen. Nou, hier. Uh, heb ik heel lang gerekend wat als E5 komt? Nou, dan kan ik slaan. Laat even uittekenen. Wat nou als E5 hier komt, moet die loper weg, denk je? Nou, hoeft niet. Ik dacht eigenlijk: weet je wat? Dan komt deze, kan die hier slaan? Kan ik nu mijn loper hierheen spelen en die is gedekt? Moet de dame een kant kiezen? Laten we zeggen dat die naar C7 gaat. En dan kan ik bijvoorbeeld met mijn dame naar D2 uh, en dan druk gaan zetten op dit paard. Maar het is niet een hele. Gevaarlijke stelling, want hij gaat gewoon hierheen. En mijn loper moet eigenlijk dan terug naar E3 als ik hem nog wil bewaren. Dus dat was niet een hele gevaarlijke stelling. Uh, maar dat speelt hij niet. Hij rokeert hier kort. Ik speel hier Dame naar D2. D5 was beter geweest om ja, die pion uh, niet zo makkelijk door te laten spelen. Maar ik speel Dame D2. Waarom? Ja, ik wil dit paard een beetje gaan wegjagen. Nou, die moet nu terug naar dit veld. Het enige goede veld voor het paard. Uh, om hem te bewaren. Dus nou, nu denk ik: oké. Okay, E5 is nu wel heel gevaarlijk. Ah, dat is gewoon geen lekkere set voor mij. Dus hoe kan ik dat stoppen? Nou, E4 had hier gekund. Maar je kan ook D5 spelen. En dat speel ik ook in de partij. Waarom? Als hij nu deze set doet. E5, wat hij ook doet. Dan kan ik natuurlijk en passant slaan. Nou, ik sla. Hij moet terugslaan met de loper. En hier speel ik B3. Om deze pion te verdedigen. En dan sta ik op zich best wel in een prima stelling voor mij. Want... Ja, dit paard staat op een beetje een ongebruikelijk veld. Dit paard kan niet naar C6, waar hij toch heel, heel, heel graag heen zou gaan. En ik kan zo meteen kort rokeren en dan sta ik er wel prima bij. Uh, mijn loper wil ik zo meteen gaan activeren op deze diagonaal. En deze loper staat op zich ook wel prima nu. Dus, nou, helemaal geen gekke stelling vanuit de opening voor mij. Paard naar A6 komt hier. Hij ontwikkelt dus allebei zijn paarden dus naar A6 en naar H6. beetje ongebruikelijk. Uh, maar het is een prima zet hier hoor. Ik speel hier toren naar, uh, naar D1. Waarom? Ja, ik wil hier dit veld gaan aanvallen. Want ik val hem drie keer aan met de toren, de loper en de dame. Dus daar wil ik gaan drukken. En hij is twee keer verdedigd. Dus dat is op zich wel een mooie zet. Nou, hier speelt... Oh, niet die zet. Hier speelt mijn tegenstander wel een, uh, een mooie zet. Dame naar A5. Nou, wat is het idee? Hij wil deze pion gaan pakken. En hij wil mijn dame ja, bij deze... Ja, bij dit paard houden. Dus als ik hier zou slaan uh, en hij slaat terug, dan kan ik slaan, maar dan komt hij en dan verlies ik materiaal. Dus hoe kan ik dit nou het best oplossen? Nou, ik kwam hier met nou, best wel een briljant ideetje zou ik zeggen. Uh, en mijn tegenstander valt er ook wel een beetje voor. Nou, ik denk: weet je wat, die dame die staat er wel irritant, maar wat nou als ik die af kan gaan ruilen en druk kan gaan zetten op deze pion, uh, Ja, kan ik dan misschien een pion winnen? Ja. Maar er zijn wel wat, wat complicaties. Dus ik speel hier E4. Paard naar E4. Ik wil best die dames afruilen. Pion staat nog verdedigd. En nu is dit druk van dit paard af. Hij kijkt nu naar het veld D6. Uh, en ja, zometeen gaan we zien waarom, wat, wat mijn idee hier nou was. Hij kan slaan, en dan moet ik. Hier uh, terugslaan. Dat is mijn idee. Slaan met de toren op D2. En als je nu naar deze stelling kijkt, zie je misschien dat er een ideetje voor, ja, voor zwart in zit om een loper af te ruilen voor een toren. En dat ziet mijn tegenstander Ibrahim ook. Alleen dat is juist wat ik wil dat hij gaat doen. Want hij speelt hier F5. Is, een, ja, is geen goede zet. Maar Ibrahim dacht dat hij hier een hele mooie zet had. Waarom? Hij valt het paard aan. En die moet eigenlijk hier weg. En hij kan niet terug naar dit veld, want die loper die komt nu ineens tot leven op deze diagonaal. Dus die, ja, die kijkt eigenlijk naar dit veld. Dus het paard kan daar niet heen. En dat paard moet eigenlijk bewegen, en die moet vrijheid geven over dit veld. Uh, C3. Waardoor hij daar zo meteen zijn loper heen kan zetten. En dan ga ik mijn toren kwijtraken. Waarom? De toren staat gepent, want de koning staat daarachter. Uh, dus dan kan hij die gewoon gaan afruilen. Maar dat is juist wat ik wil dat hij doet. Want ik wil best die toren verliezen. Want ik kan hier namelijk slaan op, D, uh, op D6. Win ik dus een pionnetje. Want als hij terugslaat, ja, dan kan ik hier met de toren slaan. Uh, zou ik redelijk goed wegkomen. Dus dat heeft geen zin. Dus hij speelt de beste zet. loper naar C3. Want dat moet nu ook. Nu je deze beslissing hebt gemaakt. Door deze zet te spelen. En nu. Ja, heb ik al één pion gewonnen. Ga ik deze toren wel verliezen. Maar kan ik ook deze pion pakken. Op B7. En komen mijn stukken zometeen echt tot leven. Want zie je deze loper. Die stond net een beetje tegen deze pionnen aan te loeren. En dat heeft geen zin eigenlijk. Die loper kan dan niet echt tot leven komen. Zoals ik dat graag zou willen. Dus ik sla hier. Op B7 en dan is de dekking van de C6-pion weg en pak ik de B7-pion en dan kom ik echt wel ja, goed in de partij. Mijn tegenstander slaat hier ja, en dan denk je: Oké, okay, nou, dan moet je terugslaan. Computer zegt dat de beste zet hier met de koning slaan is, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik sla gewoon met, met het paard. Het is voor het menselijk oog de, de makkelijkste zet en misschien ook wel uh, de beste zet. Wat je zou denken ja, bij de koning. Doe je een soort, eigenlijk een soort gratis zet. ga je misschien naar C3 en komt je toren naar D1. Maar ik sla gewoon met het paard, vind ik ja, het meest solide hier. Heb ik altijd nog de optie om te rokeren zo meteen. Dus nou, laten we even kijken nu naar deze stelling. Ik heb het loperpaar. Dat is heel goed als je twee lopers op het bord hebt. Ja, dat kan in een eindspel heel gevaarlijk worden. Ja, hij heeft wel twee torens, waar ik er nog maar één heb. Maar um, als we dan gaan kijken, ja, we hebben allebei nog twee paarden. Oh, paarden hier. En ik heb nog ja, twee lopers. Hij heeft nog maar één. En ik heb twee pionnen meer. Want ik heb de pion op D uh, ja De D-pion, de E-pion en de B-pion geslagen. Dus dit is nu echt mijn target. Die wil ik gaan pakken. Dus we gaan hier verder. Hij speelt hier paard naar D8. Oké. Okay. Ja, waar kan ik dan heen? Ja, ik kan hem slaan. Nou, sla ik hem eraf. Ik kan hier naar A5 om druk te gaan zetten op die pion. Weer extra. Of ik kan hierheen. Ik besluit te slaan. En dan moet hij terugslaan. Hij slaat hem uiteindelijk met de uh, A-toren. Hij kijkt nu naar het paard, maar dat is geen probleem. Want de koning en de loper dekken hem nog. Maar ik besluit hier de zet loper naar G5 te spelen. Waarom? Ja, ik wil een beetje druk gaan zetten op die toren. Die toren gaat naar C8. Waarom? Ja, die pion die moet hij die ook een beetje gaan verdedigen. Uh, want die wil hij niet graag kwijtraken. Ik speel hier een korte rokade. Uh, zometeen kan de toren dus naar D1. En ben ik na 20 zetten... Eindelijk een keer gerokkeerd. Mijn tegenstander kan niet naar dit veld om mijn paard aan te vallen. Dus hij speelt eerste koning naar G7 om mijn loper zo meteen hier weg te jagen. Met, uh, met H6. Ik speel nu paard naar F3. Waarom? Ik wil graag naar dit veld om die loper en die pion aan te vallen. En dan komen mijn stukken echt, echt tot leven. Zometeen de toren naar de D-lijn. Om naar het veld D7 te kijken. Wat je zo meteen gaat zien, wat best wel ja, belangrijk is. Hij speelt deze zet. Oké, okay, waar kan ik mijn loper heen spelen? Nou, hier. Hier, hier. Ja, het zijn allemaal prima velden. Maar ik besluit het minst goede veld. E3. Wat mijn idee Ik wil hier ja, gaan jagen. Ik val weer die pion aan. Die moet hij gaan dekken. Speelt hij uiteindelijk deze zet? Uh, toren naar C7. C5 was hier misschien beter geweest. Ga je uit die aanval van die loper. En hij is nog twee keer verdedigd. Dus ik kan niet slaan. Maar die speelt hij niet. Dus hij speelt deze. Ik ga nu met mijn paard erheen. Ik val de loper aan. En de pion. Ja, en als ik deze loper weet te slaan. heb ik een drie dubbele vork. Dus dat mag echt niet gebeuren. Dus hij speelt een goede zet. Loper naar E7. Dekt hij nu dit veld. Dus ik kan daar niet heen. Ik speel nu loper naar, naar F4 om die toren aan te vallen. Die moet ze dus even naar achter. En nu kan ik toren naar D1 spelen. En wat zo sterk is in deze stelling? Ik heb gewoon drie stukken die super sterk zijn. Deze lopers, ja, die domineren eigenlijk een beetje het veld. Mijn toren kan zo in de open lijn gaan staan. En ja, hij heeft één toren meer voor mijn loper. Uh, en daar heb ik wel twee pionnen uh, tegenover natuurlijk. Maar wat zijn de sterkte, sterktes van torens? Die hebben open lijnen nodig. En die geef ik hem nu echt niet. Want hij kan niet naar deze lijn, uh, ook door die zwartveldige gelopen. En deze moet gewoon die pion blijven dekken. En mijn toren staat hier in de open lijn. Mijn lopers hebben sterke diagonalen. En mijn paard, ja, die heeft... Hele irritante zetten. Die, die kan gewoon heen en weer gaan schuiven. En dat is niet lekker voor hem. Dus ik sta echt wel beter in deze stelling. Hij speelt toren naar F7 om uh, deze loper te dekken ook extra. Ik speel nu mijn paard terug naar F3 om hierheen te springen zometeen. Ibrahim speelt hier loper naar E8. En Ibrahim heeft wel een rating van 1500, wat wel hoog is. Maar vaak zie je dat dat soort spelers gewoon bepaalde fouten gaan maken. En Ibrahim speelt gewoon echt heel solide. Maakt geen enkele fout. Soms een onnauwkeurige zet. Maar dat doen we allemaal wel een keer. Uh, maar daardoor verlies je niet direct een partij. En Ibrahim maakt gewoon geen fouten. En hij blijft gewoon heel solide verdedigen. En zijn stelling bij elkaar houden. En. Ja, hij stond hier ook best wel wat tijd voor op de klok. Ik had hier nog maar een kwartiertje ongeveer. En hij had echt nog wel een uur. Um, want ik had best wel veel tijd geïnvesteerd in, die, ja, in het offeren van die toren. Voor de loper en twee pionnen. Uh, dus ik was best wel wat, wat tijd achter op de klok. En ik moest hier echt door gaan zetten. En het kan nog wel eens heel belangrijk worden in deze partij. Lopen naar D6 hier is echt geen goede zet. Uh, want ja, hij, deze loper. Is gewoon heel sterk. Ik heb die open lijnen met de toren. En zijn torens kunnen daar lastig in komen. Maar nu kan het wel. Want hij kan uh, toren naar uh, D7 spelen. En eigenlijk moet ik hier gewoon paard naar E5 spelen. Of uh, loper D6. Dan is er niks aan de hand. Maar ik besluit dus hier torens te ruilen. En dat is eigenlijk helemaal niet goed. Want hij ruilt zijn slechte toren af voor mijn, voor mijn goede toren. En ik open nu volledig de D-lijn. Waar hij ja, een keer in kan gaan met een toren. Dus dat is niet goed. Nou, ik besluit hier lopen naar e3 te spelen. Ik denk ik val die pion weer aan, maar dat heeft niet heel veel zin, want hij speelt nu deze zet en niet zo interessant. Waarom? Nou, ik val de pion aan, maar hij ook mijn pion. Dus ik sla, hij slaat en nu kan de toren de a-lijn in. Die is open, kan die misschien een keertje schaak gaan geven. Dus dat is niet lekker. Hij had ook kunnen bedenken om eerst deze te spelen uh, en dan de pion te slaan of met de toren. Of met het paard, maar dat doet hij niet. Hij slaat hier. Ik speel nu deze zet. Paard naar E5. Ik val de loper aan, dus die moet ergens naartoe. Die speelt hij terug naar E8. Ook om de dekking op deze pion te houden. Want als hij hierheen zou spelen, ja, dan zou ik kunnen slaan. Of met het paard, of met de loper. Nu speel ik loper naar D4. Wat is mijn idee? Nou, ik denk, nou, misschien heb ik een mooie aftrekschaak. Maar ja, er zijn niet hele mooie aftrekschakels. Want mijn paard gaat altijd naar een wit veld. Ja, ik zou hier kunnen slaan. Um, maar dat... Het valt allemaal wel mee hoe gevaarlijk dat is. Hij stapt er wel uit, koning naar h7. Ik speel hier h4 om een beetje te gaan drukken bij deze pionnen uh, en zijn pion hier een beetje te houden. Nou, hij speelt hier nu deze zet en ja, dat is wel jammer, want hij heeft nu een vorkje. Uh, hij valt twee pionnen aan en dat is niet lekker. Nou, ik besluit e3 te spelen om mijn looprook extra vast te zetten. Uh, dus hij slaat nu hier op b3 en hij staat nu een puntje in materiaal voor. Nou, mijn loper moet weg, want die wil ik graag behouden, want die is erg gevaarlijk hier op deze diagonaal. Dus die speel ik naar c3. En hij speelt hem nu terug naar c1. En toen dacht ik: nou, weet je wat? Dan speel ik toch lopen naar b2. En dan mag je hier prima schaak geven. Maar dan staat je paard uh, getrapt, want als ik dan d speel, ja, dan kan het paard niet hierheen, niet hierheen, niet hierheen, niet hierheen, niet hierheen en niet hier en niet hier door de loper. Maar dat is eigenlijk niet zo, want toren naar b. B2 kan B8 kan komen. En als ik sla, dan slaat hij. En dat zou niet heel goed zijn voor mij. Maar ja, Ibrahim was wel bang voor deze zet. Dus hij speelt hem niet hierheen. Nee, hij speelt zijn paard naar B3. En dat is op zich een prima zet. Maar dat komt mij wel goed uit. Want ik kan nu G4 spelen. Wat is mijn idee? Nou, ik vind. Mijn paard wil ik graag naar dit veld krijgen. Want dan geef ik schaak. Uh, kan hij niet op die donkere diagonale stappen? Want dan heb ik weer een aftrekschaak. Dus dat zou ik erg mooi vinden. Dus ik denk: Nou, weet je wat? Laat ik een rel aanbieden. Want als hij slaat, kan ik terugslaan met het paard. En dan kan ik daarheen springen zo meteen. En hij laat het ook toe. Hij slaat op G4. Ik sla terug met het paard. En hij speelt nu loper naar F7. En toen dacht ik: Oké, okay, nou, dat komt mij wel goed uit. Want dan kan ik nu hier paard F6 schaak geven. Koningsstraat moet naar dit veld of naar dit veld. Ah, hij kiest hier. En is er nu een goede aftrekschaak? Kan ik ja, dit paard wegspelen om een, een stuk aan te vallen? Nee, eigenlijk niet. Want ik spring naar een wit veld en er staat... Heel, ja, alles staat op witte velden. De pion staat op een wit veld, de toren staat op een wit veld, de loper staat op een wit veld, het paard staat op een wit veld. Ja, eigenlijk alleen deze pion niet. Dus er zijn niet hele goede aftrekschaakjes. Dus ik dacht, nou, laten we dat paard nog even staan. Ik speel hier loper naar H3 Om die toren aan te vallen. En ja, misschien als hij denkt: nou weet je wat, dan speel ik deze. Ja, dan ga je eraan, want dan kom je op een zwart veld. Kan mijn paard hier schaak geven? Valt je toren. Dus ik dacht: nou, misschien kan ik een foutje uitlokken. Hij maakt geen fout. Toren naar A8. Uh, activeert dus ook zijn toren hier op de A-lijn. Ik speel hier loper naar G2. Ik wil die pion gaan aanvallen. Toren naar A2 hier om een loper aan te vallen. Ik speel loper naar E5 om deze ja, aftrekschaak te houden en mijn loper een beetje uit de aanval halen. Ibrahim denkt nou laten we die loper nog maar even op de hielen zetten. Toren naar A5 om de loper aan te vallen. En ik speel hem terug naar C3 om de toren weer aan te vallen. En dus nog steeds ja, dit paard te dekken met het gevaar van aftrekschaak. Toren naar A2. Ik speel uh, loper terug naar E5. En nu besluit hij te slaan hier op C4. Dan kan ik deze pion slaan, want die staat niet meer gedekt. En nu zie je Twee pionnen, drie pionnen tegen twee. En ik heb twee, het loperpaar en een paard tegen een loper, een paard en een toren. Dus dat is een redelijk gelijke stelling nog. Dus het lijkt hier een beetje op remis af te gaan. Maar ik heb hier nog maar vijf minuten of zo op de klok. Veel minder dan Ibrahim. Die had hier nog drie kwartier. Dus die heeft gewoon veel meer tijd. En dat nekt me ook wel een beetje in de partij. Ibrahim besluit hier toren naar A6 te spelen. Ook om hier ja, vervelend te gaan doen. Dus nu denk ik, nou, laten we dan maar een keer schaak geven. Uh, schaak hier, aftrekschaak. En mijn paard komt er in de partij. Nou, Hij speelt deze zet. Koning naar f7. spreekt mijn loper terug naar e3. Om hem uit die ja, aanval te halen. Hij speelt hier h5. Oké, okay. nou, kan deze pion niet door. Dat is wel een beetje vervelend. Ik speel hier paard naar b8. Waarom? Ik val nu zijn paard aan. En hij kan hem niet hier aanvallen door mijn loper. Uh, gaat hij hierheen? Ja, hij is nog verdedigd. Dus dat is allemaal nog prima. Nou, hij speelt hem terug naar A2 om in de aanval te gaan. Kan mijn paard nu naar C6? En heeft hij weer wat aanvalsmogelijkheden? Koning naar E6 hier. Loper C3. Toren C2 om de loper aan te vallen. Ja, en nu speel ik een zet uh, waardoor de paarden eraf gaan. Ik dacht, nou weet je wat, ik had sowieso weinig tijd. Um, laten we dit maar doen. Schaak ook de toren aan, alleen kan het paard nog pakken. Gaan de paarden eraf. En hoe meer stukken eraf gaan, hoe minder gevaarlijk hij kan zijn met een aanval. En dan dacht ik, nou weet je wat, dan gaat het een beetje uit op remise. Ben ik redelijk blij mee. En misschien kan ik nog voor winst spelen. Want als ik hier een vrij pion kan maken... ...en ja, dan is het loperpaar wel heel sterk. Want het loperpaar kan goed een vrij pion ja, assisteren naar de overkant. Dus ik dacht, nou weet je wat, laten we die paarden eraf halen. Uh, paard naar d4 schaak, nou... Hij moet dit vorkje oplossen. En dat is eigenlijk de enige manier wat hij kan doen. Is slaan met het paard. Dat is de enige goede zet. Ik hou mijn pion bij elkaar. Dus ik sla met de loper. En nu speelt hij deze zet. Hij wil graag dat ik mijn loperpaar kwijtraak. En hier had ik gewoon te weinig tijd. Ik dacht nou... Ik had hier nog maar een minuut of zo. Dus ik dacht nou... Weet je wat? Laat hem gewoon eraf rammen. En een beetje gaan sturen op een remise. Maar ik speelt hier niet goed uit. Mijn eindspel is hier niet goed. Ik heb niet de hele partij. Want... Uh, op een gegeven moment, als je in tijdsnood zit, hoef je niet meer alle zetten op te schrijven. Ik heb nog wel veel opgeschreven qua notatie. Maar op een gegeven moment ging het allemaal te snel. En mijn tegenstander die schreef in het Arabisch Ibrahim. Dus uh, ik, kon het, ja, ik kon zijn notatie niet lezen. Dus dat had geen zin. Uh, koning slaat er dus op D5. Ik speel hier koning G2. Om zo meteen misschien deze pion door te spelen. Als het mijn koning hierheen is. Nou, hij speelt hier koning naar E4. Ik speel koning naar G3. En koning komt hier naar f5. Ik denk, nou weet je wat, gaan we hier gewoon f4 spelen, maar dit is eigenlijk een beetje de verliezende zet. Waarom? Ja, hij kan zo meteen druk gaan uitoefenen op deze pion. En wat Ibrahim ook wel graag zou willen is deze toren afruilen voor deze loper en een pion, en dan uiteindelijk ja, dit pion uitspel, eindspel gaan winnen. Dus hij speelt hier toren naar c1. Ik had hier eigenlijk koning naar f3 moeten spelen, want uh, ja, zijn koning mag niet naar dit veld, maar ik speel. Koning naar F2 in tijdsnood. En dit, dit gaat mis. Want hij kan hier E4 spelen. Maar hij gaat naar G4. Dus dat is ook niet een hele sterke zet. Hij had hier veel meer tijd dan ik. Maar wat hij nu doet is deze pion aanvallen. Dus ik denk nou, laten we die nog maar even verdedigen. Met loper naar F6. Hier heb ik de pion verdedigd. Die kan ik misschien zometeen hier zetten. En wordt het misschien lastig voor hem om de partij te winnen. Maar dat valt reuze mee. Want hij speelt nu schaak. Ik ga hierheen. En nu speelt hij deze zet. Dreiging. Uh, voor een soort mat, want als hij hier kan slaan en dan deze spelen, is straakmat. Dus ik speel Koning naar D1. Waarom? Ja, om die, loper weg te ja die toren weg te jagen. Want stel je voor, ik was hierheen gegaan, was dit straakmat natuurlijk. Dus ik speel deze, hij speelt die. En mijn pion gaat hier gewoon vallen. Die is eigenlijk niet te redden. Als ik hierheen ga, ja, dan kan hij slaan, slaan, slaan. Pakt hij gewoon die pionnen en gaat hij deze naar de overkant brengen. Dus dat is een beetje wat er in de partij gebeurde. Ik speel hier nog g5. En hier stopt mijn notatie maar waar het op neerkwam. Hij sloeg hier. Uh, ik ging hierheen. Hij ging hierheen. En ik ging hem nog een beetje achtervolgen. Maar uiteindelijk uh, speelde hij deze. Hij kwam dit nog. Uh, maar sloeg hij hier. Ik sloeg terug. Hij sloeg hier. Ja en dit is gewoon gedaan. Want hij, ja, dit zijn twee vrij pionnen. Die kan ik niet stoppen. Kijk als deze weg was dan kon ik een remise spelen. Door hier het hoekje in te gaan. Maar dat kan nu niet, want ja, deze pion komt erbij en dan is het verloren. Dus helaas verlies ik de partij. En doordat ik zoveel tijd had gebruikt en in tijdsnood kwam, verlies ik dus deze partij. Ook al had ik wel een heel mooi middenspel gespeeld. En zeker met het opofferen van die toren. Uh, maar er zijn nog drie andere partijen in, ja, in mijn team. En ik was als laatst klaar, dus iedereen zat mee te kijken bij mij. En ik zal even vertellen wat er nog meer is gespeeld. Op bord 4 hadden we helaas verloren. Op bord 3 hadden we gewonnen. Nou, ik verloor dus op bord 2. Dus nou, dan moest bord 1 winnen om het goed te maken. Om het een gelijkspel te laten worden. Maar dat werd een remise. Het was een hele mooie partij. Beide spelers speelden erg sterk. Ja, en het werd een remise. Dus uiteindelijk verloren we anderhalf tegen 2,5. En dat een verlies was echt niet nodig. Want als ik deze partij met tijd gewoon beter had gemanaged, had ik dit middenspel echt wel over de streep kunnen trekken. Maar ook echt congrats naar Ibrahim. Want hij speelde echt wel sterk. Zeker voor zijn rating 1500. Speelde hij deze partij, als je het aan chess.com vraagt, als een speler van 1900. Ja, hij maakte gewoon amper fouten. In het middenspel. Ook al stond ik in die betere positie, verdedigt hij het gewoon subliem. Ja, en dan, ja, dan kan je zomaar een keer winnen. Zeker als ik op tijdsnood kom, ja, heeft hij gewoon terecht gewonnen. En na twee wedstrijden staan we nu op plek 4, gedeeld derde. Uh, maar ja, eigenlijk heeft alleen Muidenberg nog alles gewonnen. Allebei de partijen. Dus er is nog geen man overboord. Als die nog een keer verliezen en wij alles winnen, ja, staan we gelijk. En kunnen we zomaar nog een keer kampioen worden. Er zijn nog uh, vijf andere rondes, dus wie weet wat er nog allemaal ge gaat gebeuren. Oké, okay, vond je deze video leuk? Laat een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Volg me even op Instagram en op Twitch voor meer schaakcontent, en dan zie ik jou in de volgende video. Later's.